En in het begin uh, deden wij mee aan vraagstukken en werden wij heel vaak tweede. En onze toenmalige directeur zei wel eens tegen mij: Marco, je bent de Joop Zoetermelk van het parkeren. En daar zijn we met het team zijn we mee aan het werk gegaan. En dat heeft erin geresulteerd dat we ons nog meer zijn gaan specialiseren: dat we kennis hebben aangetrokken, uh, dat we ons zijn gaan opleiden. En uh, dat maakte dat uh, Joop Zoetermelk, die won op het laatst ook heel veel, dat we heel veel zijn gaan winnen.